Zondag 16 november, 21 over 10. Goedenavond, dit is Kruispunt. Gaan we naar de Vlaar toe? Ja. Dat zijn van die doosjes, van die kleintjes. Ik ben al zo'n 15 jaar alleen. Soms, dan is het... Dan kan ik het niet. Straks, de Haagse boodschappendienst haalt ouderen uit hun eenzaamheid. Zoals u zag haar, de 93-jarige mevrouw Plomp. En ook kardinaal López Trujillo, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor het Gezin. Hij vindt dat condooms het AIDS-virus niet tegenhouden. Straks een eigen interview met hem. Maar eerst minister van Justitie Piet Hein Don. Onze tweede onderwerp, de Haagse boodschappendienst. Vrijwilligers en mensen met een melkertbaan worden door de gemeente ingezet om ouderen te helpen bij het doen van boodschappen. En ze zo uit hun isolement te halen. Een prachtig initiatief, maar de bezuinigingen dreigen roet in het eten te gooien. Kijkt u naar een reportage van Teun-Jan Tabak. Meneer Schrijvers. Hij is een van die 4000 Hagenaars die regelmatig gebruik maakt van de boodschappenbegeleidingsdienst, de BBD. De 69-jarige voormalige trambestuurder ziet in die taxidienst van de BBD louter voordelen. Dat ik gehaald word en gebracht. En dan brengen ze mijn boodschappen thuis. Want dat zou ik allemaal niet kunnen dragen. Heeft u het lijstje al klaar voor vandaag? Ja, die zit hier al in hoor. Dat moet er allemaal gehaald worden? Nou, een beetje de normale boodschappen. Brood. En ik wou erwtensoep maken. Eens kijken of we ze alles in huis hebben. Ga je slijmen? Dat denk je ook. En moet je wat voor me? Hoe deed u de boodschappen voor die tijd? Stumperen. Met mijn vriendin samen. Met de tram. Hier buiten de buurt. De boodschappenbegeleidingsdienst is in 1992 mede opgericht door Harry Wassenaar, de huidige directeur van de BBD. Het belangrijkste doel van de BBD is het bestrijden van eenzaamheid van ouderen en mindervalieden. We zijn dat gaan doen door begeleiding en vervoer aan te bieden voor de doelgroep om zelf de boodschappen te kunnen blijven doen. Het werk wordt uitgevoerd door een 40-tal vrijwilligers en 47 mensen in de ID-regeling, de voormalige melkertbaan. Wat ik merk is dat mensen vreugde krijgen doordat ze gewaardeerd worden om wat ze doen. Je krijgt direct de reactie van degene die hulp nodig heeft en de hulp ontvangt. We zijn er. Oh ja. Zowel in de Haagse gemeenteraad als in de Tweede Kamer bestaat grote waardering voor wat die BBD allemaal doet. Het is echt een club om trots op te zijn, juist omdat er veel vrijwilligers ook werken. En je merkt dat het een enorme behoefte voorziet. Je merkt dat klanten van de BBD gewoon weer buiten komen, in winkels komen, meegaan op reis. En dat is voor de eenzaamheidsbestrijding, wat ik erg belangrijk vind binnen het ouderenbeleid, essentieel. Nou, omdat ik denk op zo'n heel laagdrempelige manier met heel gemotiveerde mensen een groep mensen bereiken. Dus medewerkers die daar werken, die zijn heel betrokken en die willen dienstverlening geven. Op een hele laagdrempelige manier met een betrokkenheid aan een groep ouderen die anders toch eerder vereenzaamd of alleen zit of niet weet waar ze die hulp vandaan moeten halen. Ik zie geen... Ja, het is een zoet, natuurlijk. Ik zie geen moeilijkheden. Gaan we naar de Vlaar toe? Ja. Dat zijn van die doosjes, van die kleintjes. Hoe lang bent u nou bij de BBD? 10 jaar, vanaf het begin. En praten en werken gaat dat? Samen? Gaat prima altijd. Okay. Alles gaat gelijk door. Wat is nou het leuke eraan? Het leuke, de samenwerking met je collega's, de dankbaarheid van de mensen. Dat is eigenlijk wel het voornaamste. En wat doet u zoal? We doen maandags pannenkoeken en zangkorijen. Dinsdag maken we een uitstapje, een of ander museum of naar een attractiepark of een avifauna, noem maar wat op. En dan woensdag ook, en dan donderdag zitten we bij de Kommer. Zo, gaan we even een bakje thee halen. Ja, we gaan even sigaretten. Oh, eerst sigaretten. Op deze donderdag bezoekt directeur Wassenaar de klanten voor een bakje koffie. Hij heeft zorgen, want ook de BBD moet bezuinigen.
Wij moeten flink bezuinigen. Van de 47 ideebanen moeten we er 10 inleveren. Daarnaast is er een vacaturestop. Als die niet wordt opgeheven, is de kans groot dat de organisatie leegloopt. Eventueel wil directeur Wassenaar de boodschappendienst financieren via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Al wordt het dan allemaal stukken duurder. We weten dat de kostprijs nu gemiddeld per dienst zo tussen de 7 en 8 euro ligt. AWBZ-tarieven liggen om en nabij de 40 euro per uur. Alle Hagenaars kunnen nu een beroep op u doen. Velen doen dat, ouderen. Als u via de AWBZ gaat werken, blijft dat dan nog steeds mogelijk? Dat blijft dan niet mogelijk voor een bepaalde groep die wellicht geen indicatie kan krijgen. Dus luister, ik ben gewoon gewend om te bidden. Dus als u dat niet wilt filmen, moet u voor uzelf weten. Mevrouw Plomp is 93 en woont zelfstandig. Vandaag moet ze vroeg ontbijten, want ze gaat met de boodschappendienst mee voor een uitstapje. Het is meestal stil bij mevrouw Plomp. Ik ben al zo'n 15 jaar alleen. Soms dan is het, dan kan ik het niet. Maar ja, je wordt eraan gewend. Maar ik ben dus, toen zou ik naar een tehuis gaan. En daar heb ik 14 dagen gelogeerd. En de kamer was leuk en het eten was goed. En dan kwamen ze om 11 uur kwamen ze bij elkaar om koffie te drinken. En dan ging ik dan ook naar beneden. Er waren heel veel mensen die ik kende. En ook die directrice, die kende ik ook heel goed. En we zitten met elkaar te praten. Ik zeg, waar zijn ze nou? Oh, als die de koffie op hebben, dan gaan ze weer weg. Ik zeg, wat ongezellig. Dus ze maken geen praatje met elkaar. Nee, dat ik zeg, nou, dan hoef ik hier niet te komen. Dan ben ik ook alleen, ik ben in huis ook alleen. Ik zeg, dan blijf ik maar thuis. Voor de oudere Hagenaars organiseert de boodschappenbegeleidingsdienst maandelijks zo'n 40 uitstapjes. De meeste zijn binnen een dag volgeboekt. Vandaag is het een excursie naar een kaasboerderij in Oudekerk aan de IJssel. Goed zo. Nou, we gaan met je naar binnen dan. Hoe doet u de boodschappen? Oh, de boodschappen, nou, dat moeten ze me niet afnemen. Oh, nee. Dan kom ik nergens. Dan zit ik thuis en dan blijf ik thuis zitten. En de boodschappendienst, dat is de enige die boodschappen voor me doet. En waar ik dan nog wel eens, als ik goed ben, dat ik meega. Maar als ik niet goed ging, dan geef ik hun een lijstje. En dan halen ze de boodschappen en brengen me de boodschappen thuis. Oh nee, als ik daaraan denk, dan nee, dat kan niet. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als ik zomaar zou kunnen zeggen, weet je wat, we maken van al die 40 ideebaners, maken we reguliere banen en daarmee is Kees klaar. Want dan kan de BBD tot in lengte van jaren voortbestaan. Maar we weten natuurlijk ook dat binnen de welzijnsbegroting Schraalhans de komende jaren echt ook keukenmeester wordt. En dat geld hadden we al niet, want anders hadden we natuurlijk sowieso al meer geld kunnen geven aan de BBD. En dat geld komt er, denk ik, ook niet. Dus ik ben er hartstikke bezorgd over. En als dit kabinet doorgaat op de manier zoals men dat nu heeft ingestoken met gesubsidieerde arbeid, dan kunnen clubs als de BBD dus behoorlijk in hun voortgang belemmerd worden. Nou ja, kijk, dat is het hele trieste, want er wordt op dit moment heel veel over de ouderen hun ruggen uitgevochten, zou je bijna zeggen. En dit is ook weer zo'n voorbeeld van, als je kijkt hoeveel melkbanen of ideebanen Den Haag heeft, dan zie je dat er een veel groter percentage weggaat
bij de BBD. Bij de ouderen? Bij de ouderen, dan bij andere sectoren. Dat is een keuze die de gemeente Den Haag maakt. En dan denk ik, waarom? Het aantal ouderen is in de loop der tijd wel toegenomen. We hebben de babyboom gehad. En daar hebben we toen ook in geïnvesteerd. Boodschappen inzetten. Ik zal die vriesmaaltijd even in de vriezer doen. Ja, ook zal eventjes die deur dicht doen voor die katten. Zo, die katten. Zo, die zit erin, mevrouw Michielsen. De rest ken je zelf allemaal. Knulletje, hè? Een scheetje. Zo, mevrouw Michielsen. Ja. Sleutels leggen op de dinges. Oh ja. De tafel. Ja, oké. Okay. En hartstikke bedankt, hè? Daar scheetje van. Ja, oké. Okay. Tot de volgende keer. Ja, tot dan. Aanstaande donderdag. Yes. Oké, okay, dag. Doei. En zo rommelen we door het huis.